Oké, lieve mensen. En met zo'n gebed, dan kan het niet meer missen, hè? Maar ik heb het thema. En het thema is, jawel, gezegend in het donker. Wow. Ja, nou, je hoeft niet bang te zijn. We hebben hier geen discolicht op zondag. En we hebben niet dat het licht uit hoeft. Maar hoe profetisch was het vorige week, hè? Maar gezegend in het donker. En wij denken vaak aan gezegend worden. En ik heb een mooie psalm. Laten we even met elkaar kijken naar psalm 5, vers 13. Psalm 5. En er staat, u zegent de rechtvaardigen, Heer. En wij mogen gerechtvaardigd zijn door het bloed, door de prijs, de straf die Hij, Jezus Christus, voor ons heeft betaald. Dat is het grote paasfeest, wat we straks ook weer heel groot vieren. Maar hier staat, u zegent de rechtvaardigen, Heer. En dan denken we, oké, fijn, u zegent ons. Als een schild beschut u hen door uw genade. En weet je, God wil ons gewoon zegenen. Dus dat staat voorop. Maar dan denk je, ja, maar ik merk helemaal niet dat ik gezegend word. Word ik wel gezegend? We hadden eergisteren en gisteren hadden we een weekend, één keer per jaar, dat wij een dag met de voorgangersvrouwen bij elkaar waren. En we waren met z'n 12 Den Haag. En dacht, mensen, wat hebben wij toch een mooie stad? Den Haag is echt een mooie stad. Iemand die had de tijd hier gewoond en woont hier nu niet meer. En toen zei ze, wat is Den Haag opgeknapt? Wat een mooie stad. En ja, ik zei, het wordt nog steeds mooier. Dus was een beetje trots op mijn stad. En, maar als je de voorgangersvrouwen hebt en je vraagt, hoe gaat het? Het gaat altijd goed. Het gaat altijd goed. En wij hebben het ook. 20 jaar. Wij hebben 23 jaar mogen wij dit als werk doen, als onze baan, om eindverantwoordelijke te mogen zijn van deze mooie kerk en kerken. Maar 20 jaar, het ging gewoon fijn, het ging goed. Het ging, als je nou aan ons vroeg, de eerste 20 jaar, hoe gaat het? Nou, zeiden we, God is goed, God vertrouwt ons mensen toe, God zegent ons in elk opzicht, financieel en met de juiste contacten en wijsheid en de juiste sprekers en de kerk en het kerkgebouw. Hey, maar na die 20 jaar kwamen er nog 3 jaren. En dat was toch even anders. En daar wil ik even over hebben, want wij denken als wij gezegend worden, we moeten altijd gezegend worden, maar dat is niet zo. Dat is niet zo. En daar ga ik het vandaag even over hebben. Wij denken als wij gezegend worden, ja, dan is het makkelijk. Dan ben je blij en dan ga je echt de Heer danken en prijzen en je loopt vrolijk rond. Maar als het nou niet zo is, als jij en ik in een ander seizoen komen, oei, wat dan? Hè? We hebben goede tijden, dat is makkelijk om blij te zijn en een goede houding te hebben. Maar als we zitten te kijken, waar is nou de zegen? Waar zijn de zegeningen? En we begrijpen niks van. En we denken, wat nu? En we zien geen hoop. Goede mensen lopen uit ons leven. Relaties gaan misschien kapot. We merken dat we schulden krijgen of onze baan. Die staat dat iemand anders hem over gaat nemen. Of ja, er zijn moeilijke dingen. En wat dan? Wat gebeurt er dan? En een van de dingen wat ik je al wil bemoedigen. Iedereen van ons heeft op zijn tijd een seizoen wat niet fijn is. Iedereen. Niet uitgezonderd. Niet de allerbeste christenen hebben alleen maar dat het allemaal hemel op aarde is. Nee. Iedereen. En word dan ook niet ontmoedigd als jij in zo'n situatie zit. Of misschien heb je wel een fout gemaakt. Of misschien een paar dingen verkeerd gedaan. Dat je denkt, ja, het is mijn eigen schuld dat ik nou in deze situatie zit. Of misschien dat je denkt dat het de schuld van de ander is. Weet je, het is zo makkelijk om op te geven. Het is zo makkelijk als je niet het einde, als je niet het licht ziet. Als je alleen maar de duisternis ziet. Dat je denkt, ik weet niet wat mijn volgende stap zal zijn. Ik weet niet of er ooit nog iets met hoop is voor mij. Maar God gebruikt de meest donkere plaatsen. Denk eens even als zaad, een zaadje. Een zaadje is niet mooi, ziet er niet uit. Je zou als Erald zou zeggen, is niet sexy. Het ziet er niet uit, een zaadje. Gewoon lelijk. Geen kleur, niks. Gewoon een zaadje.
Maar het zaad in het licht, in het daglicht, is niks waard. Gebeurt niks mee. Maar een zaad, nu snap je hem al, in het donker, in de aarde, onder de grond, in het verborgene, alleen, dat zaad, gebroken, van er is geen hoop, dat zaad gaat iets moois worden, gaat bloeien. Een zaad wat geplant is, dat wordt pas iets moois. Daar ga ik een beetje, heb ik het al een beetje verklapt, maar daar ga ik even heen. Weet je, wij moeten geplant worden in de aarde, opdat het potentieel wat diep in jou en mij zit, dat dat naar buiten gaat komen. Oh, nou, dat denkt iedereen. Ik ga zo meteen wat voorbeelden noemen. En dan ga je anders kijken naar je dromen, of naar je doelen, of naar je talenten. Nou, in de Bijbel hebben we een paar mooie voorbeelden. Iedereen in de Bijbel die iets groots heeft gedaan, iedereen die iets belangrijks heeft gedaan in de Bijbel, die is door donkere, duistere tijden gegaan, door moeilijkheden heen gegaan. Eerst is Mozes. En iedereen zegt natuurlijk, ja, Mozes, dat kennen we. En zijn biezenmandje. En dan ga je Genesis verhaal maar lezen. Waarom gaan we het nu niet lezen? Het is goed als je morgen de Bijbel pakt en morgen een stukje gaat lezen. Het is goed als je dinsdag de Bijbel pakt en een stukje uit de Bijbel gaat lezen. En donderdag en vrijdag. Lees, lees het. Ik was op vakantie, januari, de eerste twee weken waren Erald en ik op vakantie. En ik bid dan voor het nieuwe seizoen, Heer, geef me een woord. Nou, we hebben als keyteam, sommigen doen het ook. En de een krijgt, ik heb wel eens eerder gezegd, die krijgt het woord vrede. En ik heb een paar jaar geleden, had ik echt nodig van vreugde. Toen dacht ik, oké, hier komt er nog vreugde. Is er nog iets wat leuk is? We hebben vier vakanties. Vier vakanties. De laatste vier vakanties. Met gebroken botten, meervoud, met operaties, meervoud, te maken gehad. En als je niet kan lopen, als je niet kan staan of een beetje, dan betekent Erald en ik, dan betekent dat dat je gewoon gevangen bent. Dat je gewoon beperkt bent. Dat je pijn hebt. Dat je niet veel kan. Dat je het idee hebt van dingen worden stilgezet. En dat is niet zo'n glorieverhaal. Anderhalf jaar, hè? Erald met zijn been. Maar je weet, anderhalve week geleden, woensdag, toch nog onverwacht. Toch nog iets eerder dan we hadden gehoopt en verwacht. Dat hij het dan in het ziekenhuis hoorde van toch is de wond nu van binnen uitgenezen. De buitenkant ziet er nog niet uit, maar van binnen uitgenezen. En geen kans meer op infectie. En nou, dan mag je weer meer bewegen, want die spieren zitten eronder. En je moet je voet bewegen, maar niet te veel. Maar nu mag hij weer lopen. En gisteren heeft hij voor het eerst een stukje weer gelopen. Echt een stukje gelopen. Dus helemaal goed. Alleen heeft hij gelopen, want ik zat met de dames natuurlijk. Met de voorgangersvrouwen hier. Hey, even over Mozes. Iedereen denkt, ja, Mozes. Oh ja, ik kreeg het woord. Snappen de dames het nog? Ja, hè? Mannen snappen misschien niet meer spaghetti. Maar ik kom weer op mijn punt uit, hoor. Ik kreeg het woord in de vakantie. Genesis. En toen dacht ik, dat is een boek van de Heer. Dat is wat God zei tegen mij. Lees Genesis. En ik dacht, dat is ook niet zo. Weet je wel? Maar Genesis staat boordevol over zegeningen. Ook voor vrouwen. Over vrucht dragen. Over vermenigvuldigen. Over dat mannen en vrouwen gezegend worden, natieën toevertrouwd krijgen, volkeren. Lieve mensen, we staan aan de vooravonden van een nieuw seizoen met vruchtdragen. Ik ben er zo blij mee, maar dat is een ander verhaal. Mozes. Iedereen denkt, ja, Mozes, dat biezenmandje. Nee, daar ga ik het niet over hebben. Ik ga het hebben over dat Mozes faalde. Je mag falen, hè? Je mag falen. Als je maar spijt van hebt en je gaat door. En dan is het met God altijd een nieuw begin. Maar Mozes faalde. Hij vermoorde een Egyptenaar. En door zijn eigen schuld moest hij vluchten. En hij had een prachtig leven aan het hof van Farao. Geld en prachtig en rijkdom en alles wat hij maar wilde. Hij woonde bij zijn volk. Hey, deze Mozes moest vluchten. Niet twee dagen, niet twee weken, niet twee maanden. 40 jaar naar de woestijn. Als jij iemand wil weten die in een onvruchtbare, niet bloeiend seizoen kwam. Een dorre, droge, verschrikkelijk hete, nare omgeving.
Dan was het Mozes. 40 jaar was deze Mozes. Was daar in de woestijn. Maar hij bleef zijn best doen. Hij bleef dicht bij God. En weet je wat er gebeurde? Na 40 jaar kwam het wonder. The unexpected. We hebben het net gezongen. Ik vond het zo mooi dat het worshipteam dat inzette. Het onverwachte. En hij kwam. God kwam in de brandende braamstruik en sprak. En hij zei, ik zal jou een leider maken voor een heel volk. Als jij en ik fouten hebben gedaan, als jij en ik, als we ergens in een woestijn, in een dorre periode zitten, geef niet op, blijf bij God, al duurt het 40 jaar, maar God zal zorgen dat jij en ik in onze bestemming komen. Amen. Dat is mooi, hè? Dat is mooi. Dat is Mozes. En hij was eenzaam. Je kan me vertellen, mensen zeggen vaak het grootste probleem hier, deze wijk, wat men denkt, is eenzaamheid. Lieve mensen, er is een antwoord op eenzaamheid. Met God kom je uit de periode van eenzaamheid. Echt waar. Nou, dat was de eerste, Mozes. Dan hebben we Esther. Esther. En ze was wees. Haar vader en moeder waren overleden. Ze was verlaten. Ze voelde zich ook alleen, want zij was een buitenlander van het volk. Ze was een Jodin en ze was eigenlijk een vreemdeling in het land. Heel lieve mensen. Misschien kom jij uit een andere cultuur. Ik ben een halve Fries, maar ik voel me hier helemaal thuis. Hè? Gelukkig maar, gelukkig maar. Maar Friese is een beetje grappig, maar hebben natuurlijk zeggen altijd dat ze een eigen taal, een eigen volk zijn. En, maar jij komt misschien uit een bepaalde cultuur. En je voelt je misschien eenzaam hier. Misschien wonen je ouders ver weg. Misschien heb je geen ouders meer. Misschien zijn je ouders gescheiden. Hebben ze je verlaten voor een ander. Heel lieve mensen. Wat jij ook meemaakt. Blijf God trouw. En God kan jou in je bestemming brengen. Wees niet boos over de situatie. Maar vraag en verwacht van God dat hij je geloof wil stretchen, dat er iets komt waardoor jij in je bestemming kan komen. Deze Esther, die durfde, ze stapte over haar angst heen. Ze kon gedood worden als zij naar de koning ging en het zinde de koning niet. Ze had een vraag voor de koning, maar ze dacht, ik durf te gaan om hulp te vragen voor mijn volk. En zij deed het en zij kreeg de gunst en ze redde een heel volk van de ondergang, van uitmoorden, van de dood. Lieve mensen, wij hebben een roeping om niet alleen wij, maar buiten de kerk mensen van de ondergang te redden. En jij kan misschien denken, waarom leef ik? Maar God heeft een bestemming voor jou en voor mij. Veel groter dan je nu denkt. Jozef, dat kennen we natuurlijk. Jozef, hij werd door zijn eigen familie, ze hadden hem eigenlijk liever dood dan levend. Maar ja, de put en toen de gevangenis, onterecht, 13 jaar gevangen. 13 jaar. Misschien ben jij in ziekte gevangen. Misschien word jij gepest op school. Misschien merk je dat je het niet redt op de universiteit. Misschien is er een betere collega dan jij en raak jij je baan kwijt. Misschien wordt er negatief over je gepraat wat je helemaal niet wilde en wat je helemaal niet had verwacht. Lieve mensen, misschien gaat er een vriendschap weg. Misschien gaat je echtgenoot. Denkt hij aan scheiding of wat dan ook. Lieve mensen, je bent gevangen in pijn of verdriet. Je bent gevangen. Geef niet op. Denk niet dat dat het einde is. Denk niet dat dit het enige is van de moeilijke tijd waar je nu in zit. Maar verwacht van God. En hier, Jozef. Hij wordt de één na hoogste regeerder van het land Egypte. Van een ander volk, van een ander land onder de farao. God gebruikt hem. Elia had een bergtopervaring. Met dat vuur kwam op gebed. Als antwoord op gebed kwam er vuur uit de hemel om te laten zien dat God God was. Een fantastisch groot wonder. Maar de dag daarna wil hij dood. Wil hij niet meer leven. Is het duisternis, uitzichtloosheid, angst. Lieve mensen. Je kan vandaag nog de glorieverhaal hebben. En misschien morgen, je weet het niet. Misschien is er opeens iets wat niemand verwacht. Iets wat niet fijn is. Iets wat je vrijheid berooft. Iets wat pijn doet. Iets wat onverwachts komt. Maar ga met God door. Want God heeft een hoopvolle toekomst voor ons allemaal. Hij heeft een bestemming voor jou en mij. Ook al zie jij het niet, maar God ziet het wel. Hier, David, man naar Gods hart wordt hij genoemd. Hé,
Maar was hij dat wel? Zijn karakter was er van lust en overspel. Zijn karakter was nog erger. Hij vermoordde ook iemand. En daarna gaat hij door een hele moeilijke periode heen. Maar hij is doorgegaan. En later wordt hij in de Bijbel genoemd man naar Gods hart. Wat jou en mijn achtergrond, stommiteit, zonde of fouten ook zijn. Je bent iemand met God die op zijn bestemming kan komen. Vind je dat niet mooi? Ik vind dat zo mooi. Ik vind het zo mooi dat er een bestemming voor jou en mij is. Ook daar waar gevangenschap, waar duister is, waar donker is, waar je geen licht ziet. En het ontwikkelt je karakter. Duisternis ontwikkelt je karakter. Je leert God te vertrouwen. Als je niks ziet. We hebben een hele tijd hebben wij twee huizen gehad. Ach, lieve mensen. Je dacht, wat krijgen we nou? Vanuit niks ga je opeens in grote problemen komen. En we dachten, financieel gaat het nog goed. En precies daar bij dat nulpunt kwam het antwoord. Maar de voorgangers van een andere CLC-kerk hadden dat ook. En ik hoorde gisteren nou dat er nog één is met een huis waar ook nu dingen zijn. Soms denken wij, oh, we bidden en we krijgen het. Daniel bad, maar het duurde wel een tijd voordat zijn gebed verhoord werd. Soms worden dingen belemmerd, worden er tegengehouden. Wij mogen leren dat we tot volwassenheid mogen groeien en dat we geen babychristen blijven, maar dat we gaan bidden, dat wij gaan vragen en verwachten, maar dat wij ook gewoon, we moeten soldaat zijn. We moeten zorgen dat we gewoon gaan terugveroveren. Het kinderdagverblijf waar we voor gaan bidden en waar we ik hoop dat je elke dag bidt. Misschien moet je elk uur wel er even voor bidden. Heer, geef het ons. Heer, geef gunst. Heer, geef genade. Heer, laat de blokkades weggaan. Heer, geef financiën. Heer, geef ons geloof en uw gunst en uw genade. Dat hebben we nodig. We moeten dingen veroveren. We zijn soldaten. Oh, ben ik ook een soldaat? Allemaal zijn we soldaten. Allemaal. En bemoedig elkaar om dan ook te vechten. Soldaten zijn niet bedoeld om te gaan slapen op de grond en te snurken. Maar We zijn bedoeld om te vechten. Nou, leer God te vertrouwen, karakterontwikkeling. Leer om door te gaan als het donker wordt, als het moeilijk is. Leer je geestelijke spieren te gebruiken. Niet alleen maar met meer bidden, maar ook vaker naar God toe. Dichter bij God komen. Om te groeien in waarheid en wijsheid en inzicht. Om tijd te nemen voor de Vader. En om meer tijd te nemen. Dat je denkt, ja Heer, ik moet wel. Als het moeilijk is, dan moet je bidden. En wat zegt u precies, Heer? Om prioriteiten te nemen. Wat is belangrijk nu? Is het journaal het belangrijkste? Is de krant het belangrijkste? Of is de Bijbel lezen of u zoeken, Heer? Is dat het belangrijkste? Weet je? We leren nieuwe dankbaarheid. We leren om dankbaar te zijn voor wat je wel hebt. Of wat je denkt, dat is normaal. Dat je opeens denkt, dat was helemaal niet zo normaal. Het was zijn gunst. Je hebt soms wat meer tijd voor je familie, want dingen zijn moeilijk. Dus je hebt dingen gaan langzamer opeens in het leven. En weet je, zo leer je meer dingen. Je bent minder snel geïrriteerd als je geen parkeerplek krijgt of als je langer moet wachten. Dan denk je, jongens, waar hebben we het over? Er zijn echte issues, maar dit is geen issue meer. Dus je karakter wordt ook nog een beetje, je stapt over makkelijker over dingetjes heen. Je kan het makkelijker tegen als iemand een keer jou geen goede dag zegt of een andere kant op loopt of jou vergeet of jou overslaat. Dan voel je niet meer zo snel afgewezen. Je denkt, er zijn echte issues. Dit is nog niks, lieve mensen. Weet je wel? Laat je niet zo gauw zuur maken en bitter. Hey. En God heeft jou en mij gemaakt in wie je nu bent, door moeilijkheden heen. Niemand wil die donkere tijden. Niks, niet. Je wil dat het comfortabel is, je wil dat het hetzelfde is. Niemand wil dat het ongemakkelijk voelt, toch? Niemand, nee. Maar je krijgt een unshakable vertrouwen, je krijgt een stretching in geloof en daar ben je blij mee. Ik heb een mooie psalm, jullie zitten aan te wachten natuurlijk op een tekst. De bekende psalm, maar uit de NBV, psalm 23. En daar staat, de Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden. Hey, lieve mensen, als je door God geleid wordt naar groene weiden, sappig, lekker, vers, groen gras. Nou, iedereen blij. En dan gaat hij je verder leiden. Dan staat er, hij laat mij rusten. Je krijgt ook rust van God.
En hij voert mij naar vredig water, waar vrede is. En waar het water gewoon plenty, genoeg is. Waar je gewoon lekker kan drinken, waar je lekker kan rusten en vrede. Oh, wat is het leven goed. En dan gaat hij verder. Hij geeft mijn nieuwe kracht, in de andere vertaling staat. Hij zorgt dat je uit de problemen komt. En hij leidt mij langs veilige paden. Hij leidt mij. God leidt je langs waar het veilig is. Nu gaat het nog steeds heel mooi, hè? Heel goed. Oh, wat is het leven van een christen toch glorieus, hè? Ja, ja, ja. Oh, kan ook de tribune zien. Grappig, de eerste dienst zaten die helemaal in het donker. Daar zei ik toen wat van. Die voelen nu aan wat donker is. Maar jullie zitten in het licht, helemaal fijn. En hij leidt mij langs veilige paden. Hé, hey. En waar word je heen geleid? Naar een dal, vers 5, naar een dal van diepe duisternis. En er staat een vallei van de dood, staat in de andere vertaling. Je komt geleid. Niet dat jij wegliep als schaap. Niet dat jij een verkeerde kant op ging per ongeluk. Niet dat jij achter een ander schaapje aanliep. Nee, je wordt geleid naar de groene weide, naar het vredige water, maar ook naar het dal van diepe duisternis. Oh-oh. Dus, word niet zuur, bitter, boos, kritisch, of wat dan ook, klagen. Wat hebben we nog meer? Negatief. Gefrustreerd. Hebben we nog meer woorden? Wat er een beetje op lijkt. Wordt dat niet. Als jij in een dal bent gekomen van diepe duisternis, waar je geen licht, geen uitzicht, geen hoop, geen einde, niet het mooie ziet. Je weet niet eens wat de volgende stap is. Want er staat dat je erheen geleid wordt. Dat is een diepe. Blijf dan vasthouden aan zijn stok en zijn staf. Zijn woord die mij licht geeft op mijn pad. Die mij inzicht geeft. Die mij sterk maakt waar ik niet sterk ben. Die mij de rust geeft die God alleen maar kan geven boven alles. De vreugde des Heren is je kracht. En dat soort dingen. Maar en het is niet zo dat God moeilijkheden doet, maar de moeilijkheden kan God gebruiken om jou en mij toch, hij laat het toe, om jou en mij, net als bij Job, om jou en mij, hij kan laten zien wat soms echt in je hart zit. Want als het moeilijk is, man, dan moet het uit je tenen komen om toch dankbaar te zijn, om toch God te vertrouwen, om toch blij te zijn, ondanks. Voel je me even? Als Jozef in de gevangenis, 13 jaar. Hij zat er niet 1 of 2 jaar. 13 jaar. Als Jozef in de gevangenis had gezegd, ik heb er geen zin meer in hoor. Heer, u geeft dromen. Nou, u bent niet te vertrouwen. Die dromen zijn zeker voor mijn nageslacht. Maar ik weet het niet, Heer. Maar hij bleef zijn best doen om het goede te doen. Jij en ik, blijf in het donker. Je best doen om het goede te doen. Dicht bij hem. En dan zal je eruit komen. En nu komt het. Als je eruit komt. Als je uit dat dal van diepe duisternis komt. Dan kan er iets nieuws beginnen. Dan is er al voorbereid. Het is niet dat het voorbereid wordt. Het is al klaargemaakt. Een dis, een tafel met heerlijk voedsel. Met heerlijk eten. Een diner. En dan staat er voor de ogen van de vijanden. Nou, mensen zijn nooit je vijanden. Maar er is wel een vijand. En soms door mensen heen werkt dat. Maar het punt is even, jij hebt een dis voor de ogen van wie mij benauwen. En dan staat er, u zalf mijn hoofd met olie. En mijn beker vloeit over. My cups runs over in het Engels. Ja, jij krijgt dan de overvloed. Er is een vorm. En dat weet de vijand ook. Dat als jij bent namelijk op weg, als jij geleid wordt door de Heer, dan ben je op weg naar je zegen, naar een grotere zegen. Je bent op weg. Ook al wordt het dan heel duister en donker, dat je denkt, ook al heb je misschien zelf fouten gemaakt of gefaald. Je bent op weg naar die plaats van een diner wat God al voorbereid heeft, van tevoren al voorbereid heeft.
Dus niet per ongeluk. Of misschien dat hij dan eens nadenkt. Ach nou, dat schaapje zit nou in dat donkere dal. Laat ik eens even bedenken. Oh ja, ik geef hem wel eens een keer wat lekkers. Nee. Het is voorbereid. En dan staat er, God zalf je hoofd met olie. En overvloed komt. Overvloed van vreugde, vrede, dankbaarheid. De juiste persoon komt weer in je leven. Je krijgt weer nieuwe mogelijkheden, nieuwe talenten, nieuwe dingen. Als het moeilijk is, er is dan iets in je hart. Wat zit er echt in je hart? Vertrouw God. Geloof hem weer. Soms, tot op het allerlaatste moment, denk je, Heer, waar bent u? Maar God is wel bij je, je bent niet alleen. Dezelfde God die ook weet, het leven is niet eerlijk. Maar er is erna wel zalving. En iets moois. Weet je? We gaan zo meteen bidden. En sommige mensen zeggen wel eens van, ik zeg het zelf ook, 1 Kronieken 4. Oh, daar staat over het Jabesgebed. Oh, dat u me alstublieft wil zegenen en mijn gebied vergroten. Maar weet je, als je bidt, Heer, vergroot mijn gebied, dan is er vaak dat de Heer zegt, oké, maar dan moet er iets diepers veranderen. Of er is een vijand, kan ook, die zegt, oh wacht even lekker dwars liggen, even tegenhouden. Of je hebt misschien iets niet gezien of begrepen of gedacht of je hebt iets dat het niet gaat zoals de bedoeling was. Maar vertrouw op God. Er is een diner dat wacht. Er is zalving voor jou en mij. Er is iets wat over doet vloeien. En als wij stoppen, dan heb je het niet. Maar als we doorgaan met God, dan is wat voor je ligt beter dan wat achter je ligt. En ik ben daar zo dankbaar voor. En we hebben een hele moeilijke tijd gehad met ziektes, met gebroken botten, operaties, met een huis wat steeds door onverklaarbare redenen, en je kon altijd wel weer een verklaring verzinnen, niet verkocht werd. Eerst, nu wel, gelukkig. Er zijn dingen. En andere mensen hebben, je hebt allemaal soms tijden, je denkt, waarom? Waarom is dat moeilijk? Waarom is dit? Maar geef niet op. Ga door. En zoek mensen om je heen die jou daarin helpen, om in jouw bestemming te komen. Grote mensen met grote zegeningen zijn door moeilijkheden heen gegaan. Elk mens heeft seizoenen. Elke kerk heeft seizoenen. En wij mogen elkaar helpen om door seizoenen heen te komen met God. Is dat niet mooi? Gezegend in het donker.